Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Bijstoks, Roermond, Maasbracht en Heerlen. Goedemorgen, beste kijkers. We hebben weer een nieuwe aflevering in het programma Voor de Raad. En dit keer heb ik een rondje met de Democraten Zwalmen. Ik heb hier Jos Tobbe aan de tafel. Jos, van harte welkom. Dank je. We hebben elkaar eerder gezien in dit programma. Anderhalf jaar geleden, zoals we net zeiden. Hè? Ja. Andere tijden, hè, Jos? Ja, het zijn andere tijden. Het is inherent aan de politiek, dus ook in Roermond. Ja. En dus nu ook voor Democraten Zwalmen. Ja, 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 ik zei vroeger altijd, in de politiek word je tot elkaar veroordeeld. Hè? Ja, nou ja, goed. Dat is ook een keuze die je zelf maakt. Anders moet je dan iets anders gaan doen. Ja, ja, precies. Maar Jos, wat ik even aan jou wil vragen. Hoe heb jij de nieuwe tijd ervaren? Nou, de nieuwe tijd, die, persoonlijk ervaar ik die als heel positief. Uiteindelijk, als je kijkt naar... de partij, dan zijn we natuurlijk wel gewend om een bestuurderspartij te zijn. Dus wat dat betreft vraagt het wel iets anders natuurlijk van onze manier van denken. Democraten Zwalmen van vroeger uit al in Zwalmen altijd in het college gezeten. Dus, ja. Dus wat dat betreft na een Roermond ook om een kleine periode na. Dus dat is voor de partij is het natuurlijk wel een omslag natuurlijk. Iets anders in denken. Aan de andere kant is het ook een stukje ontdekken dat je vol voor je eigen mening kunt gaan, omdat je niet rekening hoeft te houden met andere partijen. Ja. En dat is natuurlijk als je in een coalitie zit, is dat natuurlijk toch iets anders. Dat vraagt discipline. Ja, laten we even teruggaan naar de verkiezingen. Hebben jullie dat doorstaan? Hoe hebben jullie dat ervaren? Nou, heel positief. We hebben de verkiezingen echt op een positieve manier doorstaan. Als ik ook kijk naar uiteindelijk het resultaat, dan hebben wij in principe ook niks geleden van andermans grote winsten. Dus wat dat betreft hebben wij het heel goed kunnen doen. Jammer van de lage opkomst, zou ik zeggen. Dus dat vind ik nog altijd wel. Dat vind ik nog altijd een gemiste kans. Dat mensen niet naar de stembus komen. Maar ik denk dat we als politiek daar zelf ook iets aan moeten veranderen. Om in ieder geval het vertrouwen terug te winnen van de kiezer. Ja. Dat is één. Heb je signalen uit de samenleving waarom mensen niet zijn gaan stemmen? Nee, maar het was wel een stukje... dat was natuurlijk het einde van de pandemie. Dus daar waar ook wel het sociale leven heel lang stil heeft gelegen, hoor. En ik merk wel dat dat toch wel heel belangrijk is om... om in ieder geval mensen ook ertoe aan te zetten om toch naar de stembus te gaan. We zijn niet meer gewend. We waren niet meer tussen de mensen, als het ware. We zaten op afstand. We zaten achter een laptop te vergaderen. Dat soort dingen. Ja, we kwamen op afstand van elkaar. Dus ik denk wel dat dat mede een oorzaak is geweest van de laatste keer met die opkomst. Ja. Dus. Toen kwam de formateur. Ja. Ja, in eerste instantie die informateur natuurlijk. Ja, de informateur. Sorry. Ja. Excuse me. Ja. De informateur. Hoe is dat gegaan? Nou, in principe hebben we daar hele goede gesprekken mee gevoerd. We hebben ook een goede vragenlijst gehad om ons voor te bereiden op die gesprekken. En wat daarbij onze inbreng zou zijn, ook hoe wij tegen een nieuwe coalitie aankijken. En we hebben van tevoren gezegd, we sluiten geen andere partijen uit. Dat hebben we ook niet gedaan, doen we ook niet. Want wie zijn wij om een andere partij uit te sluiten? Dat is ook ons standpunt daarin geweest. Sowieso mensen uitsluiten is niet dan. Mensen en partijen, ja, daar zit natuurlijk nog wel een verschil in. Partijen, daar hebben we ook gezegd, we hebben een positieve grondhouding, ook bijvoorbeeld richting een LVR. Maar we hebben als partijstandpunt ook het standpunt ingenomen dat we bijvoorbeeld niet met Jos Verrij in één college zouden willen zitten. Nou, dat is het partijstandpunt. Nou, dat is de positie die we ingenomen hebben. En ik denk achteraf, misschien is dat nog wel een van de medeoorzaken geweest, ook dat we niet in het college zijn gekomen. Maar dat is geen verwijt aan de informateur slash formateur. Dat is gewoon een eigen standpunt wat we hebben ingenomen. Daarbij het risico nemend dat we er dan ook niet bij zouden horen. Ja. Ja, het is wel je staat er wel ergens voor. En dus je moet wel een rechte rug hebben. Dus en, nou, daar staat ons partijstandpunt. Dus dan verdedig ik dat als fractievoorzitter. Ja, ja, dat is een missie, hè? Ja, precies. Ja. Ja, toen kwam de formatie. Daar hebben jullie toch een formateur. Toen kwam de formatieronde. Hoe zaten jullie daarin? Was dat snel gedaan? Of? Nee, die duurde wat ons betreft te lang. Kijk, de rare move die wij vonden, in ieder geval vinden we nu nog steeds, dat is dat CDA wel bij die formatieronde in eerste instantie erbij gekomen is. Vonden we een aparte move, ook gezien de ervaring die we hebben van de jaren daarvoor, hoe toch de verhoudingen lagen, hoe toch op een persoonlijk vlak ook gespeeld werd, echt op de persoon. Dat we zagen aan alles dat het in principe natuurlijk bijna geen huwelijk zou kunnen worden, laat ik het zo zeggen. Dus we hebben ons er wel echt van verbaasd al vanaf het begin. En uiteindelijk vonden we het nog heel lang duren voordat er een andere partij voorbij kwam.
Maar we wisten natuurlijk van ons eigen partijstandpunt, zoals ik het net noemde. Dus we wisten wel dat we echt nergens op hoefden te rekenen. Of in ieder geval, wij rekenen nergens op, laat ik het zo zeggen. Nee, oké. Okay. Dus, ja. Kwam een coalitieprogramma. Ja. Wat vond je daarvan? Wat vonden jullie daarvan? Nou, wij vonden dat heel positief. We zijn gehoord geworden. De formateur heeft daar heel goed zijn rol gepakt. Heeft alle partijen de gelegenheid gegeven om inbreng te geven. En uiteindelijk hebben wij ook heel veel terug kunnen zien van hetgeen we als input geleverd hebben in dat coalitieakkoord. Dus wat dat betreft, ja, dan kun je zeggen van ja, je hebt oppositie-coalitie. Maar op het coalitieakkoord, moet ik zeggen, hebben we onze eigen inbreng echt wel terug kunnen zien. Daar zijn we tevreden over. Ja, brengt dat niet veel rust ook? Ja, tuurlijk wel. Dus ik denk dat op het moment dat het breder gedragen is, hetgeen waar je samen voor staat, dat geeft een goede basis om ook verder te acteren in alle plannen en ambities die je hebt. Ja, en dan kom je natuurlijk toch nog altijd wel eens een keer op een pad waarvan je denkt, ja, dat staat er wel in, staat er niet in. Het is wel van ons, niet van ons. Ja, daar kun je dan met elkaar het politieke debat over voeren. Het spel van de democratie. Zo is het. Dus, ja. Nu zijn de begrotingsbehandelingen geweest. Hoe staat jullie daarin? Ja, daar zaten we dubbel in. Dus, want daar waar we ons konden vinden, weliswaar in de begroting, konden wij ons absoluut niet vinden in die eerste begrotingswijziging. En die eerste begrotingswijziging voor jou, maar misschien ook voor de kijkers thuis, dat gaat toch over een bedrag van bijna 6 miljoen. Waar wij gewoon te weinig onderbouwing voor vinden en argumenten op onderdelen. Dus had ons iets meer meegenomen als college zijnde, had de raad meer meegenomen. Ik zeg niet oppositie-coalitie, had gewoon de raad meer meegenomen vanuit het college. Want uiteindelijk vonden we daar te weinig onderbouwing op posten. Waarvan we gezegd hebben, ja, geef er daar even duidelijkheid in, geef er meer onderbouwing in. We hebben een extra commissievergadering gehad voor de begrotingsvergadering. Was ook eigenlijk ongebruikelijk, maar wel prima. Maar daar was juist de ruimte waar wij van dachten, geef nou die onderbouwing van tevoren. Dan kunnen we straks in de gemeenteraad kunnen we het makkelijker met elkaar afkaarten. Ja. Ja, en die onderbouwing die komt er niet, of onvoldoende wat ons betreft. Dus, Is dat helemaal afgetimmerd voor jullie? Ja, we hebben, als ik hem heel zwart-wit maak, dan zeg ik, ja, we zijn voor de begroting, maar we zijn tegen de eerste begrotingswijziging. Dan heb je hem compleet. Nee, precies. Je kan niet tegen de begroting stemmen, want hebben de ambtenaren geen salaris meer. Precies, volgende juist. Dag. Hè? Ja, ja. Ja zo, simpel, zo werkt dat. Dus, zo simpel is ja, het. Daarvan. Maar die 6 miljoen, dat blijven jullie nog hangen? Dat is toch nog steeds een onderwerp van gesprek? Ja, vind ik wel. Want ik vind dat als raadslid heb je natuurlijk je volksvertegenwoordigende rol, maar je hebt ook je kaderstellende rol. En juist om die kaders te kunnen stellen, als je ze niet goed kunt stellen, niet in de gelegenheid wordt gesteld om ze fatsoenlijk te kunnen stellen, kun je ze ook niet controleren. En daar zit voor ons het uitgangspunt, dat we ook een controlerende taak hebben op het college. En als wij goed willen controleren, zullen we moeten zorgen dat we zelf de juiste kaders stellen. Dan neem ik de verantwoordelijkheid naar de raad toe. Dus ik vraag alleen het college om ons in die gelegenheid te brengen. Wordt vervolgd? Ja, wat ons betreft wel. Ja. Even naar de toekomst toe. Jullie hebben een nieuwe fractie. Er zijn wat mensen verdwenen. Er zijn nieuwe mensen gekomen. Ja. Hoe werkt dat? Ja, ik zou zeggen hartstikke goed, Rob. Het is ook niet zo als een trap na naar anderen toe die er niet meer zijn. Maar we hebben een hele goede sfeer. We vonden ons allemaal prettig in hetgeen wat we doen. We kunnen prima samenwerken. We hebben een bredere fractie dan dat we ooit gehad hebben. Dus we hebben ook echt nog wel een aantal fractievolgers erbij. Die echt betrokken zijn bij de gemeenschap. Dus wat dat betreft, ja, we werken op een hele positieve manier samen. Ja, ik vind het altijd een kweekvijver voor nieuwe raadsleden. Zeker. Dus, ja. Als ik kijk naar commissie bijvoorbeeld, dan zouden we daar nog verder in door willen pakken. Wij zouden nog echt wel naar wisselende samenstelling van commissieleden willen. Waarin commissieleden niet permanent bij één vaste commissie zitten. Laat het roleren, laat de mensen daar instromen waar nodig is. En dan kun je ook meer mensen betrekken vanuit de samenleving bij die politiek. Dus als ik het heb over die politiek dichterbij die samenleving te brengen of andersom, ja, dan kun je daar ook een bijdrage mee leveren. En dan heb je meteen je kweekvijver. Zo'n stage noem het maar, dat kan ook. Dus, Zijn er nog speerpunten wat jullie aangaat waarvoor je gaat inzetten om te kijken of daar draagvlak voor komt? Nou, we hebben sowieso onze waarden natuurlijk. Hè. Kijk, en de volkshuisvestelijke uitdaging is natuurlijk één. Dat we echt wel inzetten op dat mensen kunnen blijven wonen waar ze altijd gewoond hebben of waar ze opgegroeid zijn. Dus met name ook in die wijken en kernen, hè, want dat is natuurlijk dan nog altijd ons speerpunt. Wijken en kernen maken Roermond, dat is ook nog altijd onze missie. Dus dat mensen daarin kunnen blijven wonen. En dat vinden we nog een hele grote uitdaging.
Ook als je nu kijkt hoe het nu gaat landelijk met de stikstofproblematiek, et cetera. Die ook wel weer natuurlijk een weerslag hebben op woningbouw. Dus dat wordt een hele uitdaging voor Roermond om de mensen op een goede manier te kunnen huisvesten. Misschien met inbreiding? Ja, nou in ieder geval liever inbreiding dan uitbreiding. Laten we dat voorop stellen. Dus laten we vooral het groen naar waar het moet zijn en waar het nu is. En dan kijken naar de plekken en locaties waar nog mogelijkheden zijn. Ja, nou klinkt goed. Dank u wel. Ja, Jos, het was fijn je weer even in de stoel te zien. Ik zou zeggen, kom over een jaartje eens terug. Ja. Dan kijken we even terug. Prima. En veel succes. Dankjewel. En jij bedankt voor de uitnodiging. En u bedankt voor het kijken. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.